Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op het Ultrex, de enige echte. Nou, ik heb mijn camera niet bij me. Het was eigenlijk niet de bedoeling om hier naartoe te gaan. Ik was even naar de winkel geweest. Nou, nooit meer naar de Action in Akkerhof. Verschrikkelijk, wat een verschrikkelijke winkel. Maar ik denk, ik ga toch nog even kijken. Moet ik even wachten. Want er komen allemaal auto's aan. Het is weer hartstikke druk. Maar de sloop van het Sterrenkwartier, jongens. De sloop van het Sterrenkwartier. Eindelijk, ik kan er langs. Nou, zo, er is alweer aardig wat gesloopt hoor. Hey. Jezus. Ik weet nog wel dat ik hier ook dat stukje filmde. Hier beneden. En dat is al helemaal weg, joh. Beneden is al helemaal weg. Ze zijn al aardig ver, zijn ze al. Kijk eens. Dat zijn volgens mij wc'tjes of zo. Ja, dat zijn wc'tjes. Ja, die wc'tjes die zitten nu voor de helft. Dus kijk eens joh. Goh. Oh, ze hebben hier ook al een stukje weggehaald. Ja, dit waren de flats jongens van Sterrenkwartier. En dit is de Grote Beerstraat. Ja, ik denk, als ik er naartoe ben en ik heb mijn telefoon bij me. Sta wel niet echt heel erg... Ik heb nog maar 50% of zo. Voor mij minder dan 50%. Maar ja, ik denk dan ga ik dit toch wel even filmen, dit jongens. Het Sterrenkwartier. Nou, deze flat die gaat ook plat. Aan de Grote Beerstraat. Dat is de hele lange flat. Die had je bij die andere video's had je die eigenlijk ook, zeg maar. Dus nou, hier hebben ze ook al een stukje weggehaald. Ze hebben aan twee kanten hebben ze al lopen slopen. Kijk eens. En hier zijn ze alle ramen en weet ik voor allemaal, zijn ze allemaal aan het weghalen. Nou, en hier ook, hebben ze dus ook al een stukje weggehaald, hier ook. Goh. Ger die zei, ik had Ger nog even gesproken, maar Ger die, ja, zei dat alles al weg was. Maar er staat nog wel een klein stukje, staat er nog. Er staat nog een heel klein stukje, staat er nog. Dan is deze flat ook alweer dadelijk historie. De volgende flat die eraan gaat is die. Die flat en die flat. Deze flat blijft volgens mij staan. Maar ja, ik blijf gewoon achter de hekken, blijf ik. Maar goed, in ieder geval, ja. Dit gaat allemaal weg, jongens. Deze flat en deze flat en die flat gaat weg. Langs de weg. Maar deze zijn ze alle heel end mee. Deze gaan ze eerst helemaal strippen helemaal. En dan gaan ze deze weghalen. Dus ja. Weer een stukje verdwijnt. En ik ga later nog even een keer een filmpje opnemen. Waar zeg maar de nieuwe huizen staan. Want dat ben ik al een tijdje, ja. Dat moet ik eigenlijk ook even filmen. Hè. Dan beginnen we bij de straat waar ik ooit begonnen ben met Ger. Dat was ongeveer 3 jaar geleden. Ja, het maakt allemaal een trieste indruk allemaal. Maar ja, mensen die hier gewoond hebben, zullen dit wel heel erg raar vinden om hun flat zo weg te zien gaan. Ja, er blijft weinig meer over. Hè. Helemaal gestript helemaal, want er zaten allemaal van die tegeltjes op, net zoals deze kant. Maar die hebben ze eerst allemaal afgehaald, alle ramen eruit. Ja, lantaarnpaal gaat nog aan. Maar dat zal niet voor lang wezen. In ieder geval, ja, weer even een updateje bij het Sterrenkwartier. Ja, het is toch wel weer leuk om eventjes te kijken. Hoe het er allemaal uitziet. Hoe het allemaal aan het veranderen is. Het spijkenis is momenteel heel erg aan het veranderen. De laatste tijd. Ja, oud gaat allemaal weg. En nieuw komt allemaal terug. Dit is allemaal van de jaren 60 titten. En daar staat nog een stukje van de gevel daar zo. Ja. Bizar. Ja, echt bizar. Joe! Kennis die van me. Collegaatje van me. Die staat hier ook. Ja, bizar jongens. Nou, toch mooi. Alles pleit dus. Nou, als je hier de woonkamer in gaat, dan kan je niet meer de slaapkamer in. Want de slaapkamer zijn allemaal weg. Of woonkamers, weet ik voor wat het was. En hier is alles weg.
Alles is FTSE. Alles is Pleitos. Nou, toch nog even een klein updateje over het sterrenkwartier. Goh, ja zeg. Nou, er is, blijft weinig meer van over van het oude sterrenkwartier. Blijven nog een paar flats blijven erop staan. Voor mij gaat deze ook niet weg. Deze blijft voor mij ook gewoon staan. Maar de lange flats, zeg maar, dat is aan deze kanten is dat, en aan de straatkanten. Dat zijn allemaal flats met liften. Ja, die gaan allemaal Pleitos. Ik ben blij dat ik mijn geluid uitgezet heb. Of dat mijn geluid op uit stond. Want ik krijg allemaal WhatsApp berichten. En als ik mijn geluid aan heb staan, dan is dat echt super irritant. Want dan hoor je elke keer ping, 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 ping. Dat gaat elke keer mijn telefoon gaat elke keer over. Nou jongens. Nou, de kraan die stopt er voor vandaag mee. Er zijn nog wel mensen zijn er. Ja, ik ga niet kijken van dit of dat of zus of zo. Ik ga het alleen achter de hekken filmen. Daar ligt nog een raam helemaal aan dichtelen. Maar goed, dit is in ieder geval Sterrenkwartier, Grote Beerstraat. En misschien ga ik van de week nog wel eventjes kijken. Ik weet nog niet. Morgen ben ik jarig. Het is vandaag 11 december. En er moet eigenlijk nog een vlog tussen komen. Maar ja, die komt nog een andere keer. Deze komt nog in ieder geval een andere keer. Ik moet nog eventjes kijken hoe ik dat allemaal bij elkaar ga rijmen. Want morgen ben ik jarig. En er komt er ook weer een vlog. En die moet eigenlijk op dezelfde dag zijn. Want dan ben ik jarig natuurlijk. Maar ja. Godverdorie. Hoe ga ik dat allemaal rijmen, jongens? Hoe ga ik dat allemaal rijmen? Maar goed. In ieder geval, dit was Sterrenkwartier voor vandaag. Dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En druk op het belletje voor de notificaties. Waar is die nou? Oh, mijn collega is weer naar binnen gegaan. Nou, in ieder geval groeten van deze kant. Het wordt ook steeds donkerder. Dus ik ga gauw er vandoor. Ik ga gauw weer naar huis toe. Jongens, groetjes en tot de volgende. Hoi hoi. Bye bye. En tot de volgende vlog. Hoi.